als je zelf iets vindt wat onveilig is, zul je je collega's daarop attent moeten maken. Ja, veiligheid is belangrijk, omdat je uiteindelijk toch weer bij je vrouw en kinderen thuis wil komen. Dus voor onze collega's is het heel belangrijk dat ze begrijpen dat ze iedere dag gezond op het werk komen en weer gezond terug naar huis kunnen gaan. Ik wil u eerst en vooral van tevoren allemaal danken voor het feit dat u hier allemaal aanwezig bent. Voor het bijwonen van onze REACH Annual Safety Awards voor Continental Europe. Welkom aan onze klanten. We zijn bijzonder vereerd en we stellen het bijzonder op prijs ook dat u hier bent. Want veiligheid gaat over ons allemaal. We zijn hier met z'n allen bij elkaar om de REACH Awards te vieren. Bijzondere prestaties op het gebied van veiligheid. Veiligheid moet een value zijn, een kernwaarde zijn, moet van binnenuit komen. En dan kun je wel met je helmpje oplopen en je veiligheidsbril en je schoenen, maar wat doe je ermee? Zeker als je in situaties terechtkomt. Hé, is dit wel veilig? Ja, ik vond het vooral top omdat er een aantal mensen zijn onderscheiden die gewoon het lef hebben om te zeggen, ik werk niet, het is niet veilig. We hebben die uitstekende veiligheidsprestaties gehaald omdat we als team adequaat reageren op onveilige situaties en calamiteiten. Das Besondere an dem Team ist, dass die Leute eine gute Sicherheitskultur haben und bei der Arbeit stets aufeinander Acht geben. Der erste Award ist für die beste Veiligheitsprestatie. Het is een bekroning op het harde werken van ons team. En ik ben er ontzettend trots op dat we dat gewoon heel erg veilig hebben gedaan. Nou, het belang van deze prijs is enorm, omdat je hiermee een stukje erkenning krijgt om hiermee door te gaan. De REACH Award voor incidentpreventie. Sebastian Verdonk. De volgende REACH Award, dat is de REACH Award voor innovatie op het gebied van veiligheid. Als we niet hadden ingegrepen, dan hadden de andere mensen kunnen besmet raken met benzine. Als ik niet had ingegrepen op dat moment, de gevolgen hadden dan eigenlijk gewoon schade kunnen wezen. En je kan geen risico's nemen. En de winnaar van de REACH Award voor het meest veelbelovende individu is Michael Schmid. Yes, I'm very pleased to receive this award in the name of Michael Schmid. We gaan naar de REACH Award voor leiderschap. Beste team wereldwijd. Sabic Account Team. Dit is een mooie waardering voor ons werk wat we doen. Dat we daar een compliment voor krijgen. En gewaardeerd worden daarin. En dat we daar ook in verder kunnen gaan groeien. We zijn super trots op. En hopen dat we het vol kunnen houden op deze manier. Ja, het was een mooie avond. En wat mijn collega net ook al zei. Ja, wordt toch als team gewaardeerd hier door een prijs in de wacht te slepen. Ik vond met name het verhaal van Hans van Reuken ontzettend leuk. Wat een schitterende avond. Erg dankbaar dat jullie hier allemaal zijn. Met al die mooie ervaringen, met die commitment van al onze collega's en onze partners aan veiligheid, wil ik jullie ieder bedanken. Tot volgend jaar.